يا ودي كان مبقات بالنار. Ja, ik was live getuige van de aanhouding. Ik wist zelf ook niet wat me stond te gebeuren. Ik stond bij mij lekker in de keuken, stond ik lekker wat eten klaar te maken. En toen keek ik naar buiten en toen zag ik het gebeuren. Ik zei tegen mijn broertje, ik zei Koen, hey, kutlul, ik zei kijk eens wat we nou krijgen. Dus ik ging naar mijn broertje zijn kamer toe en pakte mijn camera erbij. En ik ging eens even filmen wat daar gebeurde. En toen zag ik dat er een auto geparkeerd stond. Met een verdachte persoon erin. Die auto die stond er al 3 dagen. En ik vond het al een beetje vreemd. Maar toevallig vandaag zag ik een persoon erin zitten. En begon ik een beetje knijp te krijgen. Want ja, met al die alles wat je op televisie ziet met aanslagen en zo. Dan was het toch gek wel bang dat ze dadelijk bij ons ook een aanslag zouden willen gaan plegen. Ja, toen hebben we maar de politie gebeld. Zeiden we tegen de politieman van luister, er staat een verdachte auto al hier geparkeerd. En toen is de politie eraan gekomen en heeft de verdachte auto met de inzittende, ja, die persoon die was ook pas een half uur in de auto. Ik denk, ja, die zal natuurlijk wel de laatste voorbereiding aan de explosieven aan het doen zijn. En toen hebben ze, de politie heeft die persoon aangehouden en ondervraagd. En dat hebben we dan ook met mijn camera opgenomen. En na de hand is de verdachte auto met die inzittende mocht schijnbaar wegrijden. Maar ik hoop dat de politie hem in de gaten houdt, want ik ben echt bang geworden hoor. Ja, en dan gaan we nu maar eens kijken naar de volgende beelden om het bewijs af te doen. كانت القلوب واسعة وصافية النية فيها كاح الدنيا بصح شابعة وهانية ما مكانش الطماح في الشدة يتفاهموا في الضيق يتلايموا ويشوفوا اللي جاح